Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. We zijn op de Hugo de Groot school. En het schijnt dat hier een verlaten zwembad zit. Je kijkt naar Seekers. Is this make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We zijn dus uitgenodigd op de open dag van Hugo de Groot. En we hoorden dat er dus een verlaten zwembad zat. Dus dat wilden we even gaan bekijken, toch? Dat gaan we uitzoeken, sowieso. We gaan dat vinden, man. Ik denk dat we hier gelijk naar binnen kunnen. Nou, hier maar naar binnen dan. Yes. Zullen we gelijk naar boven gaan? Ja, prima. Weet je wat me trouwens gelijk opvalt? Je hebt hier allemaal van die puntjes. Dat je niet van de trapleuning kan glijden. Het lijkt me echt een ziek shot als ik voor dat kunstwerk daar zo even een kork ga gooien. We gaan kijken of we het zwembad hier kunnen vinden. Zo niet, vragen we het gewoon aan een klas of zo. Ja, dat lijkt me een goed plan. Oké. Hey Def, we moeten hier stil zijn op de gang, hè? Want ze zijn hier gewoon bezig met lessen. Eerlijk gezegd denk ik dat we in een kelder moeten zijn, man. Het hoort hieronder te zitten. Volgens mij heb je daar best wel gelijk in. Zullen we het even gaan vragen aan de klas? Ga het even vragen. Dan weten we waar we heen moeten. Maar ik denk dat we beneden moeten zijn. Zou hier trouwens een dak op kunnen? Vast wel. Want ik zie daar zo ook een trappetje. Ja, laten we dat doen. Eerst het zwembad, man. Eerst het zwembad. Eerst het zwembad. Kijken of we het dak op kunnen. Hier zit een klas, we gaan het gewoon even vragen. Het is wel eng om die klas in te lopen, maar ik vraag. Ja, tuurlijk, we moeten het weten. Hallo. We hebben een vraagje. Het schijnt dus dat hier een verlaten zwembad zit en die zoeken wij. Heeft iemand misschien een idee? Ja, nee, ik weet het. Ja? Ja, ik kan gelijk naartoe leggen, maar we hebben ons stuk zoeken. Oké. Naar de kelder. Ja, naar de kelder. Ik zei toch, we moesten in de kelder zijn. Ja. We zijn nu eentje omhoog gegaan. Dan gaan wij weer verder. Ja? Gaan wij verder? Wat zijn? Seekers, moet je kijken, Seekers. Je hebt nog stickers? Geef me een paar stickers. Sowieso. Succes met jullie. Dank video, hij komt over een paar dagen online, dus. Later. Allemaal erin. Later. Nou, hier is het dus totaal niet. We moeten inderdaad gewoon beneden zijn, zoals jij ook al zei. Beetje stil, even leerlingen. Volgens mij heeft iemand hier slaaf. We willen het zeker weten waar het zwembad is, dus we gaan het gewoon even nog een keer vragen hier. Even aankloppen. Wij zijn op zoek naar een verlaten zwembad. Weten jullie misschien welke richting we op moeten? Niemand? Via Lego. Via de Lego, bij de mediatheek. Het is lekker stil hier, jongens. Ja, toch? Lekker rustig, hè? En wat is het voor les? Nederlands. Toppie. Nou, dan gaan wij weer naar beneden, denk ik, zoeken. Dat was het. Thanks. Hey, dankjewel. Doei. Doei. Snelste weg naar beneden, Tim. Ja, snelste weg naar beneden. Ja, geef mij je tas. Top. Behoorlijk sportief hier zo. We lopen nu door de aula, onderweg naar het zwembad natuurlijk. Ik zie hier gewoon een skater. Ja, even kijken of nog Olly kan. Oh! Best wel, misschien heel flip. Okay, jammer man. Nog één keertje. Ik vind het leuk man. Jullie kunnen goed skaten, ik kan wel anders. Niet iedereen heeft tegelijkertijd pauze, dus we kunnen nog even in de klas vragen waar het zwembad is. Hallo, ik had een vraagje. Weten jullie misschien waar een verlaten zwembad is? Oké, waar zou die nog voor zitten? Je moet hier zo helemaal naar Gemma bij. Helemaal naar het einde. Nou, ik denk dat we dan wel een heel eind komen. Hebben we misschien nog een leuk sommetje voor ons? Weet jullie wat vrije running is, toevallig? Ja.
Nou, wie heeft een idee? Hoe kan deze meneer voor onze vrouw maken? Mag iemand kiezen? Eroverheen springen. Was dat een parabool? Nee. Ja. Is er even jullie die dit kan? Thanks man. We kunnen weer verder. Dank. En jongens, zwembad? Die kant? Bij de gymzaal. Zou dus hier moeten zijn ergens, hè? Vraag nog even aan hem. Yo, we zoeken een zwembad, een plaats zwembad. Ik weet niet, ik weet waar dat zit bij de gymzaal. Ja, je moet ook een goede richting op. Je moet daarheen. We zijn ook een zwemmer, dus dat weet ik wel. Oh, echt? Ja, oké. Okay, dan kom ik toch mee. Ah, is goed. Oh, yo, ja, beter man. Hoe heet je? Kijk. Igor. Yo, Igor. Jullie zijn? Seekers. Wij maken YouTube filmpjes. De klas zei bij de gymzaal, dit is de gymzaal. Ze zijn hier bezig. Ik denk niet dat we hier moeten zijn. Hier is het dus niet. Het is onder de gymzaal. Misschien hier zou bij de deur. Ja, alleen voor mij is het deur dicht. Ja, ik moet het in. Oh, ik weet het man. Hier zo. Dude, ik zag hier gewoon dat we daar overheen konden. Ben je er wel eens geweest? Ja, ooit een keer. Ja, is lekker. Ja, je houdt het wel, maar het is niet heel erg stabiel. Hey, Tim. Ik ben ook meer op. Oh shit. Nice. Okay. Laten we gaan. Nice. Het is gelijk stil hier. Ja man. Ja man, ja. Moet hier zijn. Oh, het is echt zo super stoppen. Oh ja. Nice. Oh. Vet. Super stoffig hier, man. Ga je nou in? Deze is wel een deur. Igor moet ook nog. Dit is gewoon een controlekamertje of zo. Dit, Ouija board, man. Wat? Nee, Ouija board. Wat is dat? Dat is om geest op te roepen. Dat is echt raar, man. Dat is super ziek, gast. Nee, man, dat is echt gestoord. Ga weg. Dat is echt niet chill. Er is zelfs nog zo'n ringetje bij. Nee. Ik vind dat niet chill, man. Nee, bro. Normaal. Stop, man. Echt niet lauw. Dat is echt niet lauw. Niet los, ik jou was, man. Nee, man. Persoonlijk geloof ik niet echt in spoken en zo, maar voor de zekerheid raak ik het niet aan. En ja, je moet zelf natuurlijk ook niet proberen, want je weet het nooit. Holy shit. Nee. Ik was dat niet. Wow, nee, stop. Ik zie daar allemaal gangen, ik kan mijn deur dicht slaan, man. Ik denk dat het van die gymzaal is erboven. Ik slok me echt, ja, man. Ja, dat kan je beter niet doen. Die gaat breken, man. Nice. Zin om hier verder te kijken, of wel? Nee, ik kan hier niet meer verder. Maar alles brokkelt af. Zullen we weer terug gaan naar boven? Ja, toch. We hebben in ieder geval het zwembad. We hebben een zwembad gevonden en water. Nice. Ik kan je oefenen, Igor. Ik kan je op spelen 2020.
Hier brandt gewoon het licht. Ook goed verwijderd natuurlijk. Ja. Gewoon forceren hier. Ah, laat maar dit zitten dan. Oh, hij heeft een klemmetje aan de andere kant. Vet man. Uit het vieze hol. Oh, weer licht man. We hebben wel honger gekregen van het zwembad. De broodjes liggen al klaar als het goed is. Ja, versie broodjes, perfect. Is dit het al? Ja, het is wel heel erg nat hoor, maar... Ja. Oké, het is goed dicht, maar ik heb net gevraagd aan de conciërge of de sleutel mocht hebben. Dus die heb ik hier. Yeah. Yeah. Tas slaat lekker hier. Als het droog was, dan was het echt leuk geweest. Deze sprong bijvoorbeeld. Ja, deze sprong. Laat maar. Laat maar zitten. Kijk daar bij het trapje. Ja, ja, daar van omhoog. Ja, ik weet niet of het slim is, man. Niet uitglijden hier. Nee, ik weet niet of het slim is. We moeten door deze goot en deze goot is helemaal nat. We kunnen wel even kijken tot daar. Zal ik even testen? Ja, check even. Het is ook helemaal groen van het mos. Dus één slip en het is fout. Oh, kijk bro. Ja, glad, man. Oh, dit voelt zo sketchy, hè, bro. We staan nu best hoog op het dak. En het is echt mega glad. Dat vind ik niet heel erg chill. Nee, ik ook niet. We lopen nog even een stukje daar naartoe. We staan dus nu helemaal op het puntje van het dak. Het is super glad. En wij gaan lekker terug even drone shots maken en afsluiten. Yes, top. Super. Dat was hem dan alweer. Het dak, het verlaten zwembad, het was allemaal super gaaf. Yes, en ben je nou ook benieuwd naar de school Hugo de Groot in Rotterdam? Kom dan op de open dag op 23 februari van 7 tot 9. Yes, wij zullen er ook zijn. Alles staat nog in de beschrijving. Zorg als je nog een like achterlaat, abonneer en later. Yes.